Hier staat het begrotingstekort in grafische vorm van de Verenigde Staten. Aan het eind zien we dus eigenlijk sinds 2011 dat er een omslag is gekomen. En dat betekent feitelijk dat het begrotingstekort in de Verenigde Staten jaar over jaar op dit moment aan het afnemen is. De, de algemene verwachting is dat het begrotingstekort in de, in de VS heel, heel rap uh, terug gaat lopen. En ook in percentage van het bruto nationaal product, eh, gross domestic product, uh, zoals we dat in de VS uh, noemen. Um, is behoorlijk uh, uh, aan het uh, teruglopen. De Amerikaanse huishoudens, de particulieren... hebben sinds uh, de crisis enorm afgelost op hun schulden. Het zogenaamde creditcard debt. Heel veel mensen gaven op hun creditcard uh, meer uit dan ze binnenhaalden. Uh, de creditcard schulden zijn met 35% afgenomen. En dat vind ik een ongelofelijke prestatie als je ziet dat in 2008 het helemaal misging... En dat we een, uh, 4, 4,5 jaar verder, dat die mensen 35% van hun schuld hebben weten af te bouwen. En wat nog veel spectaculairder is, is deze grafiek. En dat is het percentage wat een Amerikaans gezin uitgeeft aan schulden. Met name in de periode tot 2007-2008 is het overgrote deel van de economische groei vanuit de consumenten gekomen. En die hebben het de afgelopen jaren noodgedwongen af laten weten. Het feit dat zij dus. Hun schulden aardig op orde hebben en de kosten van hun schulden veel meer onder controle hebben, betekent dat het uitgavenpatroon van de Amerikaanse consument weer een positieve bijdrage kan leveren aan de groei van de Amerikaanse economie. Dus de rij van de werkelozen die staan te wachten voor een uitkering, dat zal behoorlijk afnemen. De verwachting is. Over uh, inflatieverwachtingen is dat rond de 6,5% werkloosheid, dat daar ongeveer het kritische punt ligt. Op het moment dat de werkloosheid verder daalt dan die 6,5%, dan krijgen we druk op uh, de lonen en dat betekent dat we op dat moment uh, het risico lopen op inflatie. Maar zover is het nog niet. He, we zijn, moeten eerst nog eens een keer in de buurt van die 7,5% uh, werkloosheid komen. Het grote verschil tussen de Amerikaanse economie en wij hier in West-Europa is het bankensysteem. En dat is een beetje treurig eigenlijk, want we zitten met z'n allen in de problemen door het Amerikaanse bankensysteem. Daar is de ellende ooit begonnen. Het overmatig krediet verstrekken, het, uh, het creëren van producten die zo ondoorzichtig waren dat we eigenlijk met z'n allen niet wisten waar we in investeerden, dat heeft uiteindelijk die uh, uh, schuldcrisis geleid tot een bankencrisis, geleid tot, geleid tot een enorme recessie. Het grote verschil tussen Amerika en Europa is, is dat ze de Amerikaanse banken gedwongen hebben om hun rommel op te ruimen, om hun balanspositie te versterken. En die balanspositie hebben ze moeten versterken door de uitgifte van nieuw kapitaal. Dus de bestaande aandeelhouders zijn serieus verwaterd. En ze hebben dus zelf daarmee hun balanspositie dusdanig opgevijzeld dat ze ook weer in staat zijn om leningen te verstrekken. In Europa doen we het andersom: in Europa worden de banken gedwongen om hun balansen te verkleinen. ING moet van 68 miljard balans totaal terug naar 50 miljard. Dat betekent dat er 18 miljard minder kredietruimte ontstaat bij een bank als ING. Nou, waar moet dat vandaan komen? Van het MKB. Het Nederlands midden- en kleinbedrijf, dat zijn de partijen die nu ongelooflijk lastig kunnen aankloppen voor een lening, voor een bedrijfskrediet, voor een hypotheek op een bedrijfspand. Al dat soort zaken um, beperkt natuurlijk enorm de economische bedrijvigheid in Nederland. Betekent ook dat hypotheken aan particulieren veel lastiger verstrekt worden. En dat maakt dat je in plaats van olie zand in de raderen schrooit van de economie. En dat hebben ze in Amerika hebben ze dat, uh, al dan niet uh, bewust veel beter opgelost.